Welkom bij BNTV. Twee keer 11 jaar geleden, in het jaar des Heren 1994, zag een nieuwe carnavalsgroep het levenslicht in Café Coba. De gemiddelde leeftijd van de groep was toen 19 à 20 jaar. Een naam was er nog niet, die werd later aangedragen. In eerste instantie de Gebreuker Neutjes. Een dialectspellingcontrole, enkele jaren later, maakte er de Breuker Neutjes van. De naam verwijst naar de deelname aan het BVLK, wat de eerste activiteit van de groep was. Wij schakelen nu over naar Kasteel Hoensbroek, waar onze verslaggever Vera staat. Vera, kun je mij horen? Vera? Ja, dankjewel Marcel. Ik sta hier inmiddels bij het kasteel in Gebroek. En achter mij zijn de Breukerneutjes al flink uit hun dag aan het gaan. Met het nieuwe liedje Embouchure. Kijk ze enthousiast hier nog even doordansen. Ondertussen wil ik jullie graag vertellen dat 22 jaar geleden zijn begonnen met de neutenslager het recept van Vastelorum. Toen geschreven door Neut Gideon. In blauwe t-shirts, witte schorten, witte koksmutsen en blauw geschminkte gezichten kwamen ze op het podium. En niks leek een Smurf Revival in de weg te staan. Inmiddels hebben de Neutjes 22 jaar meegedaan met het liedjesconcours. Hiervan hebben zij 5 keer gewonnen. Hetgeen het eigenlijk betekent dat ze al 17 keer niet gewonnen hebben. Daarnaast hebben zij wel 3 keer de presentatieprijs gewonnen. En door Moelemaker Huub werd dat nog enthousiast de aanmoedigingsprijs genoemd. 22 keer hebben ze de Limburgs Liedjesconcours de finale gemist. Maar wel hebben ze 3 keer in de finale gestaan van het Parkstad Liedjesconcours. En hier hebben ze ook eenmaal een derde prijs mogen binnenhalen. Er werd in die tijden gezongen over blikken, sterren, paarden, koeien, net niet prinsen, zatenzingerieën, scheve torens en natuurlijk over Gebroek. En kijk ze hier nog zo enthousiast staan. Zo zijn ze ook in de optocht. En daar kan Gideon meer over vertellen. Dankjewel Vera. We gaan het nu hebben over de grote optocht. Ook deze wordt al 22 jaar op rij gelopen in Gebroek. Het eerste seizoen was het de bedoeling als vlinders door Gebroek te fladderen. Maar een verweest onderstel in de optochthal bepaalde anders. De neuten werden wagenbouwers. Steeds groter en kleuriger werd er gebouwd. Kilometers betonijzer, kippengaas en liters behangplaksel en latex, vele wondjes op vingers en handen, bepaalden jarenlang elke vrije minuut in het vijfde seizoen. Ja Marcel, dat klopt. Leuke momenten in de optochthal, maar ook daar waren wel eens spannende en wat stressrige momenten. Neuzen van de wagens die op miraculeuze wijze 3 dagen op rij van geel naar rood en weer terug naar geel veranderden, onder andere. Zondagavond moest bijvoorbeeld nog een as onder de wagen gelast worden. En blouse, ja, moest je die nou in of uit de broek dragen tijdens de optocht? Krimpende optochthalpoorten, ook daar hadden we problemen mee. En trekvoertuigen die nou 100 meter de geest gaven. En dan bedoelen we niet die van de Breuker Geist. Muziekinstallaties die alles deden behalve muziek afspelen. Optochten die van start tot einde muzikaal werden begeleid, die konden we op 1 hand tellen. Maar de wagens zelf die werden groter, groter en groter. En de neutjes die vatten dat samen in. Gouwe uul, gouwe uul, gouwe uul. Gouwe uul, gouwe uul, gouwe uul. Gouwe uul, gouwe uul, gouwe uul. 3 keer leverde de neuten ook een prins. Stadsprins Gideon de Eerste in 2001, het jaar dat de neuten voor de eerste keer de slager van Gebroek wonnen. In 2014, toen de neuten een keer niet de slager wonnen, was het Jeroen de Eerste van Blauw-Wit die werd geproclameerd. En in 2013... Ja Marcel, inderdaad. Oh. Jij bent ook nog prins geweest, hè? Wat een geweldig jaar was dat. En kijk hem hierachter eens ook spontaan uit die kast komen. Prinsen, prinsessen, we hebben ze allemaal gehad. Gesolliciteerd voor het prinschap wordt dan nog steeds door Daniel, Guy, volgens mij, hè? Ja, en Koen. 1 keer hebben we ook een prinses geleverd, prinses Snol de Eerste, ook wel Lijken genoemd. En alleen is daar het bewijsmateriaal allemaal van vernietigd, inclusief de gouden tampon.
Het gerucht gaat dat er nog steeds één neut prinses wil worden. Maar Anthony heeft het nog niet hardop gezegd. Ja, Marcel. Nou, een geweldige prins, dat zou die zeker kunnen zijn. Hey, maar in het verleden hadden wij ook droppingen via de Breuker Gijs. Jaren hebben ze dat gedaan. 3 jaar op rij hebben toen de neutjes gewonnen. En ze missen dat toch wel. Het zou leuk zijn om dat nog een keer opnieuw te gaan organiseren. Al is het alleen maar zodat we die bonnen die we gewonnen hebben dan kunnen inleveren. Verder hebben ze nog andere leuke dingen ondernomen. Zo zijn ze aan de Efteling geweest, gaan ze weekendjes naar Centerparks en zijn er barbecue die gegeven worden. Kortom, zelfs buiten het carnaval weten de neutjes wel hoe ze een jaar moeten doorkomen. Dankjewel Vera. Dat de groep meer hobby's heeft dan carnaval alleen, dat wisten we al een beetje. En in het voorjaar is daar het bewijs van te zien als junior neut 17 het levensleeg ziet. We sluiten af met een warme chocomel en een neutensaluut. Neutjes, alaaf!